het belangrijkste wat je moet leren als schapenboer, wat ik van mijn vader ook heel erg geleerd heb, is dat je moet observeren. Op het oude land van Texel boert al generaties lang de familie Bakker. Jan-Willem Bakker is de zoon die het bedrijf overnam van zijn vader, Piet Bakker. Hij leeft hier met zijn vrouw en kinderen en met zijn moeder, Hanna. Ieder voorjaar breekt de mooiste tijd van het jaar aan. De lammerij. Als bomen witte tooien dragen en de bloesem uit haar knoppen breekt. Als bijen wakker worden en op zoek naar nectar gaan. Dan is het voorjaar pas echt begonnen. Van de lammerij. Dus de week met de meeste geboortes. En de lammen nu ook jongere dieren af. Dus de oude schapen hebben voor een groot deel al gelamd. En wat er nu lamt zijn veel 1- en 2-jarigen. En we proberen er eigenlijk altijd bij te zijn bij zo'n geboorte. Helpen we nog een klein beetje mee. Terwijl het schaap het eigenlijk wel zelf zou kunnen. Maar dat is puur om te voorkomen dat er een keer een lam stikt in het vlies bijvoorbeeld. Een lam die dan wat minder goed op gang komt. Ja, daar ben je bij om hem even mee te helpen om op te starten. Kijk, daar komt... Ze gaat al in de weer voor de volgende. Nou, die floept er zo even uit. Een schaap heeft eigenlijk heel weinig te laaien van de geboorte. En dat zie je ook, ze komt meteen weer in de benen, volop likken. Je kan wel zien dat ze even een jasje heeft uitgedaan, waar die lammeren hebben gezeten. Maar ja, dit is een soort van ideaal, hè. Als ze het zo allemaal zouden doen, dan kon je in de lammerij bijna op vakantie. Kijk, deze ook nog voor jou. Kijk eens. Het belangrijkste wat je moet leren als schapenboer, wat ik van mijn vader ook heel erg geleerd heb, is dat je moet observeren. Een schaap moet je rondom bekijken. Daar moet je tijd voor vrijmaken. Als je al die signalen die een schaap afgeeft op een gegeven moment gaat herkennen, dan... kun je op een gegeven moment met ze lezen en schrijven. Dat klinkt een beetje raar, want dat redt een schaap niet, maar bij wijze van spreken. Ja, en mijn vader die keek dwars door een schaap heen. Weet je, die kende ze van haver tot gort. Stuk voor stuk.
De grondslag is van origine heel schraal, schrale grond. Dat maakt dat dat schaap gewend is om in soms erbarmelijke omstandigheden toch goed te blijven functioneren. En in de jaren 80 zijn mijn collega's een schaap gaan fokken die extreem vleestypisch was. En dat maakte hem minder sterk. Dus de voortplanting ging wat lastiger. Ze lamden dus wat minder makkelijk af. En ze hadden wat meer moeite met erg warm weer. Omdat ze wat minder ruimte hadden in de voorhand voor de vitale delen. En mijn vader heeft daar eigenlijk nooit aan meegedaan. Hij is altijd een schaap blijven fokken die functioneel was. En ik ben hem daar enorm dankbaar voor. Want daarom hebben we nog steeds het huidige schaap. Die zich gewoon prettig voelt en echt zelfredzaam is. En dan haal je niet de top. En daar gaan we ook niet voor. We gaan niet voor het maximale. Niet de maximale productie. Maar een optimum. Dus we hoeven niet altijd maar heel veel lammeren te brengen. En ontzettend veel melk te geven. Genoeg is genoeg. Al ruim 300 schapen hebben nu gelamd. En met een klein beetje hulp hebben ze het allemaal zelf gedaan. Maar een enkele keer lukt het niet en is de veearts nodig. Gauw voorjaars weer voor deze. Een koude pens. Maar het is dus plaatselijk verdroging. Plaatselijk. Dus het gaat niet onder narcose. Maar gewoon. Ja, spuiten. Ja, dan. Ja. Oh, kom. Wil je hebben? Ja. Wat een mooie dweiling. Ja, je kan het wel hebben. Een prachtige noodoplossing geweest. Schapie was al uren bezig en er zat eigenlijk geen vooruitgang in. De baarmoedermond wou niet open. En wat voor reden dat hebt, dat weet je niet echt. Maar feit is wel dat er dan een mooie oplossing is. En we hebben hier een aantal dierenartsen op het eiland die enorm vakbekwaam zijn. Omdat we hier ook zoveel schapen hebben. En die zijn er heel bedreven in om zo'n keizersnee uit te voeren. Ja, en kijk, we fokken op schapen die gemakkelijk aflammeren. En we houden zoveel mogelijk eigenlijk alleen maar lammeren aan van moeders die zelfstandig kunnen lammen. Maar je houdt altijd uitzonderingen daarop. Dus je houdt altijd wel eens een dier wat complicaties krijgt. En dan is het fantastisch dat het zo'n noodoplossing is. Dus in dit geval houden we mooi stel over. En ja, kan ook de kassa bij de dierenartsenpraktijk eens een keer rinkelen. En dat is gunstig, want mijn vrouw werkt daar. Dus die moet ook gewoon uitbetaald worden iedere maand. Ja, en net als bij de dierenarts moet bij ons ook wel eens de kassa rinkelen. En ja, we verkopen wat producten. We houden niet alle lammeren zelf aan, we verkopen er ook wat. En we maken ook kaas en er is van alles. En over die producten gaan we het volgende week hebben. Dan zien we je graag weer terug.